weer helemaal zin in. Ik heb fantastische meiden die me helpen om de vlog in elkaar te zetten. Ik heb er gewoon echt geen tijd meer voor. Dus nou ja, in ieder geval, het gaat deze week over Django, hoe die binnen is gekomen. En nou, de meiden met allemaal leuke sfeerbeelden. Kortom, eigenlijk weer wat jullie van ons gewend zijn. Ik hoop dat jullie er weer van genieten. En heel veel kijkplezier. Vergeet niet jullie duimpje, reactie en te abonneren. Dat is heel belangrijk. En heel veel kijkplezier. Dikke kus, tot straks. Het is zo'n groot lief paard. We werden gisteren of vanmorgen gebeld door een hele lieve mevrouw. Die was bezig met honden daar in de buurt die er losliepen. En nou, toen kwam ze het paard tegen. Ze hebben er helemaal geen verstand van. Dus die zegt, die belde mij. Die had via via gehoord dat wij paarden opvingen. En ze belde mij en ze zegt, ik heb een probleem. Dit paard... Ik zeg, ja, dat is zeker een probleem. Nou, toen hebben we de eigenaar kunnen traceren, hebben we gebeld. Die was heel blij. Het paard dat liep al jaren daar los. En die was iedereen tot last. De gemeente, en dat werd weggejaagd. En dat zwierf daar gewoon. Ja, de baas deed er helemaal niks aan. Die interesseerde het eigenlijk niet zo. En daar stond hij dan ergens weer. Een paar van die, hoe noem je dat, die bedspringen. Waar er dan weer een paddockje van gemaakt. Dat brak hij dan weer uit. Ja, kortom, iedereen voelt hem heel vervelend en dat kan je echt niet voorstellen, want het is een sul. Hij is zo lief, kijk nou, echt een kanje van een paard. Ik heb hem meteen even gewassen, want hij heeft hele grote melanomen achter bij zijn kont, bij zijn anus. En het is zelfs zo groot dat zijn uitgang wat meer verplaatst is, lijkt wel, maar wat op de andere kant zit. En dus die hebben we even schoongemaakt, want er kwam gewoon allemaal pus en etter uit. Dus hij had meteen antibiotica gehad en een ontstekingsremmer en een pijnstiller. En snoepjes en muesli en nou ja, kortom, hij heeft weer... hij is niet zo gek op de snoepjes, hij weet niet wat het is. En we hebben hem even lekker gewassen, want het is natuurlijk heet in die trailer. En we gaan hem nu lekker naar zijn plekje brengen en dan houden jullie op de hoogte. Nieuw halster, nieuwe naam. En nou ja, nieuw leven. Hè? Hoi, wij staan vandaag bij Diego. Diego is het paard die jarenlang heeft rondgezworven en ontstoken melanoom had. Gelukkig gaat dat nu steeds beter. En we verzorgen iedere dag hem hartstikke goed. Hij houdt van knuffels en borstelen. En we laten nu zien hoe wij zijn melanoom behandelen. Oké, we zijn de melanoom van Diego aan het behandelen. Die zijn we nu aan het schoonspoelen en dan doen we blauwzweer erop. Nou, ik sta hier bij Diego. Hij staat op het moment hier nog in de bak en in de paddock samen met Esperanza en nog een vriendje. Maar morgen is het dus voor hem tijd om naar Nicoland te gaan. En dat zullen we ook even filmen. Ik denk dat het helemaal leuk gaat worden. Dan kan hij ook een beetje in vrijheid leven daar. En even goed zoals een melanoom nog 4 keer per dag gecheckt worden, want dat is wel echt nodig. Maar dan kan je met andere vriendjes staan. Thank you.
hier zijn gekomen, dat betekent dat we alweer op het eind zijn. En Fatima en Wilma die zijn lekker aan het eten. Het meer is leeg geraakt, dus daarom staan ze nu hier. Want er is gewoon geen water meer voor. Ze moeten elke dag maken een modderbadje. En krijgen ze hun eten en kunnen ze lekker kroelen hier. Dus in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet niet nogmaals je duim, een reactie en abonneren alsjeblieft. Dikke kus.